objecten die we maken zijn eigenlijk allemaal objecten die alleen maar bestaan bij de gratie van fotografie. Van niets iets maken, dat vind je ook terug in de serie Balusters. Het is een serie waarin je geornamenteerde bekers ziet, waarin de reflectie in feite van de omgeving daaromheen die wij gecreëerd hebben van oude geborduurde wandkleden, waardoor dus die wandkleden de ornamenten op de bekers werden. De illusie was toch wel zo groot dat mensen gevraagd hebben aan ons of ze ook die beker konden exposeren, maar die bestond natuurlijk helemaal niet. Als wij foto maken, dat, al zou die in één keer het eerste shot goed zijn, dan zullen we toch waarschijnlijk nog een halve dag daarop doorgaan om te kijken of dat inderdaad wel echt zo was. Dat perfectionisme, dat komt eigenlijk veel meer voort uit dat je zeker wil zijn dat je alle juiste beslissingen hebt gemaakt wat er in beeld gebeurt. Dus eigenlijk wordt elk detail wordt eigenlijk even aangeraakt en onderzocht. Ja, ook perfectie is natuurlijk ook wel weten wanneer je moet ophouden. We gaan ook altijd net even een stapje te ver en om vervolgens weer een stap terug te zetten. Het is net alsof je aan het scherpstellen bent. Van, met scherpstellen moet je ook altijd even over de scherpte heen gaan. En dan weet je dat het stapje terug beter was. Soms hoef je maar een heel klein stukje van iets te laten zien om het te herkennen. En misschien prikkelt het wel veel meer dan het hele ding in één keer te laten zien. Wij werken altijd wel heel erg bouwend voor de camera naar een eindbeeld toe. Dus het is ook niet zo dat wij gewoon een heleboel schieten en dan de volgende dag gaan uitkiezen. Maar we zijn echt het modelleren naar een eindobject. Wie drukt er op het knopje van de camera is de fotograaf? Dat gaat bij ons niet op. We zijn samen aan het bouwen aan een ding. En dat bouwen, dat maakt de foto. Tot een foto komen is toch echt iets wat we samen doen. We stellen elkaar ook wel soms vragen, omdat het eigenlijk vragen zijn die jezelf bezighouden. En ja, je bent met z'n tweeën, dus het is bijna alsof je elkaars hersens even leent af en toe om ook weer zelf op een bepaald spoor te komen. De manier zoals we nu werken bevalt heel erg goed. Er zijn natuurlijk kleine dingen die langzaam veranderen. We krijgen beter door wat je zelf doet. De opdrachtgevers worden beter. Het is makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen. Dus die dingen veranderen allemaal langzaam. En dat komt als het goed is wel ten goede van die fotografie. Die samenwerking is natuurlijk ook eigenlijk ontstaan doordat we graag samen zijn. Dus wat is er nou mooier dan dat je dan ook nog samen kan werken? Ideaal, niet waar?